Dit is de wedstrijdbal in Waalwijk, waar voor een publiek van een paar honderd fans de kraker tussen Warchild and Friends en Creators FC wordt gespeeld. Even een bal nog de kruising in jassen misschien? Zo ja, tijdens de warming-up gebeurt dat. En jezelf nog wat populairder maken, Bas? Pers die popelt en massaal is komen opdagen. En zij ook. En zo begint Creators FC. Bal in het doel, Willem II. In de as, Martijn en Emmanuel. Op links, Raoul. Het middenveld met Joey, Yusuf en Bas. Rechts voorin, Matty, Vivalosophy, Robbie, Lucky Gavanel, Spits en Nessien. Supergaan daar links buiten. Dames en heren, jongens en meisjes. Van harte welkom in het RKC-stadion, het Mandenmakerstadion. Voor de wedstrijd tussen Creators FC en Warchild and Friends. Op de bank beginnen debutant Dilla Hagen, Stefano, Mick, Granny, Hanna, Giel, Beelen en coaches Roy. En die zegt... Iedereen van harte welkom. Maar waar wordt nou precies om gespeeld, Roy? We spelen vandaag voor een goed doel, voor Warchild. Een steenpapier schaar bepaalt dat de creators mogen aftrappen. Praatjes over mooie goals zijn er direct al van Hanni Hanna. Daar is Bas. De snelheid en de druk ook van Matty. Nessien. En natuurlijk, dat is een overtreding. Warchild vreest en wisselt wel heel snel, want Bas, dit is zijn plek en dit is de paal. Dit is natuurlijk zijn kans om te shinen, zo klinkt dat en zo ziet het eruit van achter het doel. Maar wat heeft die man een geweldige traptechniek. In het doel van de Creators FC, Paul Goudsmit, King Alert voor het eerst, maar dat deed hij niet slecht hoor. En ze hebben nog een debutant, Dylan Hagens. Staat al 10 minuten te popelen om in te vallen. Quinty is dolblij dat ze eruit mag en een andere vrouw, Britt Scholte, Kimberly in GTSD, vervangt haar. Daar komt de supersnelle Emmanuel. Hij prankt de een na de ander, maar de keeper niet. Goed begin van de wedstrijd, spannend, gelijk opgaand voor 452 bezoekers die €2.032 binnenbrachten voor Warchild. Prachtig, want een kind hoort niet in oorlog thuis. Weer een vrije trap. Hij weet nu hoe dat voelt. Bijna zelfde plek. Waar is Bas? Daar is Bas en daar is de vrije trap die net overgaat. En zo is de aanvoerder het dichtst bij de 0-1. Zo weinig scheelt het. Ik neem aan dat hij dat hier in ieder geval probeert aan te geven en niet wat anders. Matty. Niet egoïstisch. Robbie. En die had tussen de palen gemogen. Raoul dan. Stuurt zijn tegenstander het bos in. Ja, dat is mooi. Daar geniet het publiek van, dus nog maar een keertje. Hoppa. En doei. Dan, goed voor ruim een miljoen abonnees. Zijn eerste speelminuten. Daar is Dylan. Er zijn 25 minuten gespeeld. En zo is het ineens 1-0. Willem Deen zette daar zijn hoofd goed tegenaan. En mag helemaal ongedekt inkomen. En wat volgt is zijn Ronaldo-momentje. Het wordt harder, gemeen zelfs, want dit is natuurlijk een schandalige overtreding op Raoul. En gelukkig is FC Rulli geen aansteller. Dan een demo lichaam gebruiken van Bas. Plus de actie. Ja, ook de spelersvrouwen vinden het prachtig. Hanni Hanna blufte eerder vrij te gaan scoren, dat hebben we gezien. Maar dat klopt niet, want het was geen bluf. Dit is de realiteit. Wat een goal. En hij krijgt dan ook een extra lange naamtitel. En deze knuffel, schitterend gedaan. Eén man. Daar gaat nummer 2. Hier komt nummer 3 aan. Nummer 4 probeert het ook nog. De 1-1 in de 37e minuut. Schitterend. 2 minuten later. Foutje in de organisatie, want kijk daar eens. Helemaal vrij. Laurens Hogendoorn. 2-1. En 2 manieren om dat te vieren. Willem, dat is een beetje ver gezocht.
2-1 is de ruststand. De creators gaan de kleedkamer in. En de War Child dames starten een charme-offensief. Zij zitten klaar om te assisteren wanneer JJ, Rugpier, Expeditie Robinson nog meer hulp nodig heeft. Een hond op het veld, natuurlijk. Dus nog eventjes tijd voor de fans. En dan, Emmanuel. Pranks bij Ama. Snel, soepel, behendig. Een beetje Nathan Aken. Dan wordt hij aangetikt en iets meer dan dat. En is hij verontwaardigd. Dat is ook wel een beetje te begrijpen. War Child, met onder meer de gierige gasten, Joost en Niels in de selectie, wordt sterker. Vooral door de lucht in deze fase. En Brit, zij kent het alfabet. Ze is een dag voor de wedstrijd afgestudeerd. JJ, boom, Rugbier, beukt erop los en snapt niets van die slappe voetbalregels. De vrije trap van Robbie. En daar is de kopgoal van Joey Spaan en de verdiende 2-2. Prima kopgoal van Matsu. O.O. Gerso, die in een ritmische bas viert dat zo. Nog een keertje, omdat hij zo lekker is. De lat, het kopduel en de goal. Maar wat dan volgt is weer een slaapmoment, of een viermoment, na een doelpunt. Want hier komt een grote kans en hier komt zelfs de 3-2. Hier komt de 3-2. Dit is Joost Krijma. En dit is Quinten. En de creators moeten weer op jacht naar de gelijkmaker. Joey is in de tweede helft het gevaarlijkst. Probeert het hier met links. Ja, met Bas uitblazend op de bank mag Joey ook dit nu proberen. Niet slecht genomen. Matsu kan voetballen. De redding is van Boris. 3-2, daar zit wat in. JJ zit er mis. En dit schot wordt gestopt van Robbie. Vier coaches aan de kant. Tijd gaat dringen, kwartier nog. En weer een kopgoal. En weer feest. Acteur Sherino Missidian werd veel te vrijgelaten. Extra risico's bij de creators. En zelfs Niels Oosthoek scoort. Iemand aan de kant heeft de stand bijgehouden. Kreeg Creators FC nog kansen? Best wel. Deze bijvoorbeeld. Voor Matty. Ook nog een 6-2. Jawel, een Brit overweegt een dans- en zangcarrière. En deelname aan een mogelijke Creators vrouwenteam. Coach Roy van Rossum tovert dan maar zichzelf uit de ooghoed, maar het is te laat. Want dit gebeurt vlak voor tijd. Daar is de 7-2 gescoord notabene door een man die bang is voor de bal. En dan, hey mensen, nog dit. Het toetje van Dylan. Geweldige actie. En hoe klinkt Raoul wanneer hij een kans mist? Dat gaan we nu horen. Hij komt zo aan de bal. Mag gaan uithalen. En dan horen we... Nee, het was niet een avond. De creators verliezen met 7-2. En zelfs de nieuwe veterloze Messi-schoenen van Dylan hielpen niet. Zijn rugnummer 8, symbool voor de 8 euro entreegeld wel. War Child werd geholpen. Fans tevreden. Een overenthousiaste was er ook. En kort na het afluiten was de eerste lach alweer te zien. Op naar het volgende duel van de creators.